I want to have sex with you in the shower and make you come. Ik doe aan sexting. Ja, doe jij dat ook? Ja. Sinds wanneer, hè? Ik weet niet eens wat het is. Ja. Nee. Ik ook niet. Nou, dan moest ik het zo doen, toch? Ja, oh, toen jij geboren was, bestond het nog niet. Toen moest het met postduif. Lekker jong. Misschien heb ik al wel van jou meegekregen. Nou, volgens mij niet. De laatste 18 jaar is het al meer geworden. Nou, ik ben nog maar 19, dus ik ben niet om mijn eerste begonnen. Seksueel met elkaar praten, foto's stuurt en dat soort dingen. Oh, ja. In de wereld van het internet. Nooit gedaan? Af en toe. Wat is het? Wat erg. Dat je af en toe even een leuk berichtje. Kun je kruis vastpakt en een fotootje of zo. Oh, zo. Dat soort warmmakertjes. Hoe ver ga jij in sexting? Best wel ver. Ja, dat zeg ik heel eerlijk. Wat vind je ver? Nou, in je blote kont gaat staan rondspringen voor de camera. Ik ben schuldig. Ik ben wel ver gaan in sexting. Ik heb wel een aantal nudes gevonden. Als je ze vindt, don't spread them around. Ja, ik heb wel een paar uur sessies gehad. Wel heftig op zich. Nou, alles. Filmpjes, foto's, alles. Doe jij ook filmpjes of niet? Nee. Nee, dat doe ik niet. Niet? Nee. Dat is veel leuker. Dan heb je spanning. Dan is het net of jij met iemand aan het aftrekken bent ofzo. Ja, in jouw geval niet. Weet je wat je gewoon moet doen met sexting? Wat lekker is? Fuck al dat fucking getiep. Gewoon een voice note sturen. Ja, die voice notes, ja. Dat is wat je moet doen. Ja. Maar dat vind ik altijd eng om die te luisteren. Ja, maar daar moet je gewoon overheen zetten. Kijk, dat is zo makkelijk hoe je mannen kan, zeg maar, hard kan krijgen of iets dergelijks. Gewoon zo, hey daddy, what's up, what's going on. Het werkt prachtig. Waarom doe je niet aan sexting? Doe je dat eigenlijk, sexting? Nee. Nooit. Je doet Peter nooit even zo een fotootje dat je... Ja, ik zal er zo aan beginnen. Nooit even tussendoor. Dat is wel even leuk. Nou ja, niet zo mee bezig. Ik vind het gewoon cringe of zo. Like, ja. Like, als iemand naar mij zou sturen, ik wil jou zo hard pijpen. Hartsoog, ja. Zoiets. Like, daar word ik niet opgewonden. Ja. Masturbeer je tijdens sexting? Ik geloof dat het de bedoeling is, hè? Ja, sorry. Ja, vertel. Ja. Ik geloof dat ik het er 1 keer heb gedaan. Maar er was ook niet veel aan. Ik heb het wel eens gedaan, maar het is meer spanningsopbouw, you know. Wachten tot, zeg maar, tot de volgende keer, als je ze weer in het echt ziet. Dat is denk ik meer de opbouw voor mij. Niet gewoon gelijk van, ik weet hoe mannen zijn, maar no, not for me. Ja, soms wel. Het ligt eraan hoe goed iemand daarin is, zeg maar. En als het gewoon het gesprek lekker verloopt, dan ja, hoort erbij, toch? Ja, ik denk dat je het daarvoor doet ook. Ja, anders is het voor mij ook geen sexting. Nee, het moet goed opgebouwd worden. Ja, het is gewoon een heel lang voorspel. Want tijdens het gesprek bepaal je of je overgaat tot sexting of niet. Van dirty talk naar sexting. Nou, ik wil hoor. Ja, I know. Zit meteen, dat zeg ik net. Oké, fuck, one hand, oh fuck. Really? Hey, daar kan ik heel veel plezier van hebben juist. I believe you. Laat hem zien. Nee, dat doen we. Laat hem zien. Nou, als iemand zo vraagt, dan ben ik afgeknapt. Dan is blokken en weg. Lees het gaalste bericht in je telefoon voor... Let's see it. I wanna see it. Ik heb die bij me. Ja, jij kan het wel doen, dus doe jij het maar. So let's see. I want to have sex with you in the shower. And make you come. Again and again and again. Ik vond hem zelf eigenlijk hilarisch, eerlijk gezegd. Nou, dat is mooi toch? Kan ik meelachen. Nou ja, hij zei, ja, ik wil jou zo graag echt... Ik wil je insmeren met mijn sperma. Dat is een beetje plak, zo je zegt. Wat zei je? Ik ben gewoon speels, dus ik zei van... You like that? Er zijn niet zoveel mensen die goed zijn in geldpraten. Even kijken. Oh, hier deze. Ik heb hem nog niet eens ontmoet. Ik fantaseer al dagenlang over je. Well, sorry, personen niet genoemd mag worden. Gaat waarschijnlijk ook niet gebeuren, want er zijn al betere opties langsgekomen. Geen fantasie. Doe je wel aan dirty talk? Nee. Weet je wat het is? Ja, ik denk wel. Nee, niet echt. Nee. Nee. Dirty talk. Ja. Fuck me, darling. Oh, you really think of your honey, darling. Yeah. Ja, dat wel. Hè? Ja? Ja. Wat zeg je dan? Oh, gewoon. De gangster. Nee hoor. De gangster. Nee, ik doe ook maar wat. Ja, ik doe het gewoon ding. Staan er naaktfoto's van jezelf op je telefoon? Nee. Als ik die gebruik, wist ik ze dan ook direct. Ik heb een speciaal mapje op mijn telefoon. Ja, bij mij stond het, maar ik heb het verwijderd. Ik dacht, straks maak ik het per ongeluk open en iemand zit naast me en dan ziet iedereen wat ik doe. Ja, of je zit op een gegeven moment share en dan zit het in één keer op een andermans telefoon en dan zit je ook niet op de... Ja, ik had wel eens een keer van gehad dat een vriendin bijvoorbeeld op Snapchat ging ze ook een filmpje sturen en had ze per ongeluk naar al haar reeks gestuurd. Sowieso wel, dan lijkt. Ja, nou goed. Ja, als ik die ene meereken die ik daar gestuurd heb, maar die niet zoveel. Want ik heb meestal gewoon... Deze full nude of zo voor de spiegel? Nee. Alles half naakt op mijn Instagram-account. Oh. Check it out. There you go. Het mooie aan tipsen. Alleen maar half naakt, zwetend. Je kan alles zien. Niet zo. Omdat ik mijn lichaam moet verkopen. In zo feite. Vader, zo dochter. Dan mogen jullie nu in 20 seconden zoveel mogelijk seksstandjes opnoemen. In 3. 2, 1. Doggy. 69. Tower Bridge of zo. Tower Bridge. Wat? Missionaris. Ja, Oh, wat erg. Oh. Weet ik niet. Ik wil ondersteboven. Stop. Sorry. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze leuke video van Spuiten en Slikken. Vergeet niet te liken, te subscriben en gooi een paar duimpjes omhoog. Ja, wat moet je eigenlijk zeggen? Ja, dat weet ik niet.